Annelies, vandaag de snetactie voor de World Servants. Wat is World Servants? Kun je dat vertellen? Ja, World Servants is een christelijke landelijke organisatie die allemaal projecten heeft in ontwikkelingslanden. Ze doen projecten in Azië, Afrika en Amerika. En daarbij gaan ze scholen, klinieken bouwen samen met de lokale bevolking. En echt met de hulpvraag van het land, zeg maar. En hoe is het idee in Ommen ontstaan? Ja, het is eigenlijk vanuit een beetje een doekcategorisatie gedaan. We kregen toen een flyer in de brievenbus. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me echt superleuk om daar aan mee te doen, zeg maar. Dat was het project in 2018. Ja. Waar zijn jullie toen naartoe geweest? We zijn toen naar Guatemala geweest. En wat hebben jullie daar dan gedaan? Ja, we hebben toen een groepshuis gerenoveerd. Waar kinderen zeg maar een weekje kunnen ontspannen omdat ze echt in criminaliteit leven. En armoede, ouders die er niet meer zijn. Dus daarvoor hebben we toen een groepshuis gerenoveerd. Naast het bouwen aan dat project, is er dan ook tijd voor andere dingen? Ja, we hebben cultuuruitstapjes. We gaan ook op huisbezoek hebben we toen gedaan. We hebben kinderwerk gedaan. Dus dat je allemaal activiteiten met de kinderen daar gaat doen. Je bezoekt lokale kerken. Dus eigenlijk van alles. Maar het meeste is wel bouwen, maar in de weekenden hebben we daarvoor tijd. Jij gaat in 2021 mee. Hoe kwam jij op het idee om mee te gaan, Alice? We kregen een flyer bij ons thuis en dat vond ik wel heel erg interessant. En we hadden toen een informatieavond waar ik toen heen was gegaan, waar je eigenlijk alle informatie kreeg over wat World Services inderdaad inhield, wat je ging doen en zulke dingen. En dat leek me wel heel erg interessant om dan mee te doen. En weet je ook al wat het project gaat worden in 2021? Nee, dat weten we nog niet. Vanaf Pinksteren weten we pas welke plekken we allemaal heen kunnen. En dan kunnen we kiezen daadwerkelijk waar we heen gaan. Het meeste willen we eigenlijk wel naar Afrika toe. En de groep heeft zich gevormd. Hoeveel zitten er ondertussen in de groep van die meegaan? In totaal zijn we nu met 10 mensen. Er is heel veel geld nodig om het project te financieren. Vandaag is de snetactie. Hoe ziet deze actie eruit? Vorige week zijn we dan langs gegaan, langs de huizen, om te vragen of mensen snert zouden halen. We hebben aan Jim doorgegeven hoeveel liter we wouden. Dat heeft hij gekookt en vandaag gaan we nu bezig om alles rond te brengen. De snet is dit keer gesponsord door Jim Show Cooking. Maar er is natuurlijk nog veel meer geld nodig. Er staan nog meer acties op touw. Welke acties kunnen we nog verwachten, Nikki? Ja, we gaan nog een mestactie doen die ook al bekend is in Ommen van de Albanië groep. En we gaan nog een keer een verloting doen die we ook vorig project hebben gedaan. En nog van allerlei andere acties, maar die staan nu op het programma. Als er nou mensen zijn die zeggen, ja, ik wil ook wel een steentje bijdragen. Hoe kunnen ze dat doen? We hebben een eigen website, www.geef.ws/ommen. Daar kunt u altijd gratis doneren. Nou, fantastisch wat jullie doen. Vandaag heel veel succes en natuurlijk heel veel succes. En een hele mooie tijd daar bij het volgende project. Dankjewel. Dankjewel. Zullen we dat doen, Jan? Leg ook even iemand anders in beeld. Ja. En die lagen zijn de 16 in. Leuk, toch? Wel gaaf, hoor. Ja, ik is wie zit er? 18, 12, 14, 16. Ik was 17. Oh, nee, tuurlijk niet. Goedemorgen. Hoi, de snet. Oh, fijn. Hoeveel was het alweer? 5 euro. Oké. Top, dankjewel. Alsjeblieft, en succes dag met jullie actie, hè? Ja, dank je. Oké, doei. Ik kom dus net rijden. Nou, fijn, dankjewel. En ik wil graag 5 euro. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Helemaal goed. Top. Hier is. Ja, top. Alsjeblieft. Nou. Geniet ervan. Ja, zo doen. Succes. Ja, ja hoor. Doei.
smetteringen. Kijk eens aan. Twee nog, geloof ik, hè? Ja. Oh. Tom. Ja, alsjeblieft. Ja. Mooi. Dank je wel. Bedankt. Succes, hè, met jullie. Oké, bedankt. Doei. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom snert brengen. Ah, de snert. Ik moet over geld teruggeven. 5 euro. Wat lekker. Kun je ook 50 euro... Nou, helemaal goed. Super. Dank u wel. Alsjeblieft. Geniet ervan. Ja hoor. Helemaal goed. Nou, veel plezier ermee. Ja. En tot ziens. Doeg. Ja hoor. Dag. Hoi, ik heb snap besteld bij jullie, ja. Ja, kom op, klas. Alsjeblieft. Oh, wat is dat? Ik heb een hele filmploeg mee. Oh, nou dat is gezellig. Nou, heel veel succes ermee. En het zal wel lekker smaken, denk ik. En nog weer een actie, dan doe ik weer mee. Helemaal goed, in maart. Ja, oké. Dankjewel. Dank je. Veel succes. Dag.